Hoe haal je een liegend individu uit de massa? Dit is de Universiteit van Nederland. Goedenavond allemaal. Ik denk dat het wel allemaal weten, iedereen liegt. Ook ikzelf. Ik herinner me bijvoorbeeld, ik denk dat ik een jaar of 5, 6 was. En mijn vader was een nieuw tapijt aan het leggen in mijn slaapkamer. En hij gebruikte ervoor een mes om alles op maat te snijden. En hij moest iets uit de keuken halen. Dus hij zei tegen mij, Glynnisje, blijf van dat mes af. Oké, tuurlijk papa, kom niet aan dat mes. Nou, papa gaat de keuken in, hij is nog maar net de deur uit. Het eerste wat ik doe is natuurlijk kijken of dat mes scherp is. Dus ik pak het mes vast, ik snij mezelf. Ja, precies, ik zie al iemand zo doen. Papa kwam terug, kwam de slaapkamer binnen en ik stond zo. Dus mijn vader zei, Glynnis, heb jij aan dat mes gezeten? Ik zei, nee hoor papa, durf ik niet, ik heb niet aan het mes gezeten. Ik zeg, laat me je vinger eens zien. Dus mijn vader had natuurlijk onmiddellijk door dat ik loog. Ook als we ouder worden, liegen we nog steeds. En als ik zo in het publiek kijk, zitten jullie eigenlijk in de leeftijdscategorie die het meeste liegt. Over het algemeen vertellen we 2 leugens per dag. En jongvolwassenen vertellen de meeste leugens. Heel interessant. Maar hoe ouder dat we worden, het neemt ook weer af. Dus hoe ouder we worden, hoe minder we ook weer liegen. En er is een heel kleine groep mensen die vertellen meer dan 10 leugens per dag. En we hebben hier een speciale naam voor. We noemen dit ook prolific liars. Nu, in de komende 15 minuten zal ik jullie wat meer vertellen over de liegende individu. En hoe herkennen we de liegende individu? Nu, liegen in het dagelijks leven is natuurlijk niet zo ernstig. Maar als we dit nu in een juridische context plaatsen, wordt het een heel ander verhaal. Stel dat de politie een schuldige verdachte voor zich heeft zitten, dan is het natuurlijk belangrijk dat we kunnen uitvinden of deze persoon liegt of niet. Hoe kunnen we dit nu eigenlijk best doen? Nou, het lijkt me leuk om even een klein experimentje met jullie te doen. Wat er nu gaat gebeuren, is ik ga zo meteen 8 vragen stellen. Op 4 van deze vragen ga je liegen. En op 4 van deze vragen ga je volledig de waarheid vertellen. Dus ik ga jullie vragen, let heel goed op. Hè, en probeer erachter te komen op welke vragen dat ze liegt en op welke vragen ze de waarheid vertelt. Zijn jullie er klaar voor? Oké, mooi. Wat is je favoriete pizza? Ik hou heel erg van champignons. Als die erop zitten, dan ben ik eigenlijk al snel tevreden. Dus pizza funghi is wel mijn favoriet, denk ik. Pizza funghi, ja. Oké. Hoe heb je je laatste verjaardag gevierd? Dat was thuis, een huisfeestje. Wat vrienden over de vloer, wat drank. Heel simpel, Okay. Maar gezellig. Oké. En wat is je favoriete toetje? Ik kom uit Den Haag. Ik ben opgegroeid met Haagse hopjes. Dus hopjesvla zou ik kiezen als mijn favoriete toetje. Oké, hopjesvla. Mooi. Wat zijn je zomerplannen? Ik heb nog geen concrete plannen. Ik ben net op reis geweest. Dus ik ga met name werken en ik heb wel wat muziekfestivals in de planning staan. Klinkt goed. En welke sport ben je het beste in? Ik hou ervan om allerlei verschillende sporten uit te proberen. Ik voetbal al sinds mijn 5e. Ik denk dat ik daar wel het beste in ben. Voetbal, oké. Ja. En hoe heb je Valentijnsdag gevierd? Ik ben met mijn toenmalige vriendin, mijn ex, het is inmiddels uit, heel romantisch naar Eindhoven geweest. Daar heb ik een hotelkamertje geboekt in het Art Hotel. Met jacuzzi en rozenblaadjes meegenomen, kaarsjes. Het heeft helaas niet mogen helpen, maar dat heb ik met Valentijnsdag gedaan. Oké, ja, sommige mensen zijn niet snel tevreden. Helaas, dat blijkt. Wat is je favoriete serie? Ik denk mijn favoriete serie is niet heel erg bekend. Het is een Scandinavische thriller. Mm-hmm. Miscarriage heet die in het Engels. En dat betekent eigenlijk gerechtelijke dwalingen. Interessant. En dan de laatste vraag. Wat was je beste vak op de middelbare school? Mijn beste vak? Ik was goed in alle beta-vakken. Maar voor wiskunde heb ik uiteindelijk het hoogste cijfer gehaald. Ik denk het beste vak. Wiskunde. Oké.
blijf even zitten. Ik ben heel benieuwd wat het publiek nou heeft gedaan. Dus ik vraag me af, waar hebben jullie op gelet om te kijken of dat er gelogen werd op de vragen ja of nee? Is er iemand die gekeken heeft naar wegkijken of oogcontact maken? Even kijken, hier zie ik wat handen, hier zie ik wat handen. Twijfelachtig, kan ook. Heeft er iemand gekeken naar hoe erg ze aan het friemelen was? Oké, of dat rood werd? Heeft iemand daarna gekeken? Hiervoor zie ik iemand. Is er iemand die echt goed geluisterd heeft naar wat dat ze zegt? Dus vooral heeft gelet naar... Fantastisch. Oké, heel goed. Nou, laten we heel even naar de vraag kijken. Ik denk dat jullie ook wel nieuwsgierig zijn waar dat ze op heeft gelogen of niet. Nou, alles wat rood is, heeft ze op gelogen. Nou, geen pizza fungi. Duidelijk niet. Hoeveel van jullie had alles goed? Zo, jullie wil ik hebben voor onderzoek. Leuk. Wie had ongeveer de helft goed? Ja, wie had minder dan de helft? Oh, jullie zijn ook super interessant, hoor, voor onderzoek. Oké, nou, super bedankt. Ik denk dat je goed hebt gelogen. Goed gedaan. Ik weet niet of dat goed of slecht is, maar dat laten we in het midden. Dankjewel. Nu ik weet wat jullie mening is over leugendetectie en hoe jullie dat doen, lijkt het me leuk om even te kijken wat wetenschap zegt hierover. Hoe goed zijn we nu eigenlijk in het detecteren van leugens? Nou, het grootste onderzoek hierna keek naar ongeveer 20.000 leugenoordelen. En wat zij vonden was bijzonder teleurstellend. Namelijk, onze nauwkeurigheid zat rond de 54%. Als jullie weten dat 50% kansniveau is, wil dat dus zeggen dat je net zo goed een muntje kan opgooien en dat laten beslissen of dat iemand liegt of niet. Ik vroeg jullie ook wie heeft ongeveer de helft goed en dan zag je ook dat echt het merendeel ongeveer op 50% zat. Dat is natuurlijk wel ook verontrustend, want in het onderzoek kwam ook naar voren dat er eigenlijk geen mensen zijn die heel erg goed zijn in het detecteren van leugens. Dit kwam vaak door toeval, door kans dat het net zo uitkwam dat je alles goed gegokt had. Het verschil zit hem vooral in hoe goed iemand kan liegen. Blijkbaar zijn veel van ons ontzettend goed in het vertellen van leugens. Maar we zijn allemaal even slecht in het ontmaskeren van een leugenaar. Maar hoe zit het nou met leugendetectie in Nederland? Eigenlijk bestaat er geen opleiding of geen training in leugendetectie. Ik vond het bijzonder interessant, zeker omdat blijkt dat we hier zo slecht in zijn. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb voor mijn onderzoek heel veel politieagenten gevraagd van goh, welke signalen, waar letten jullie op als jullie leugens moeten detecteren? Nou, meestal zeiden ze dus tegen mij, wij letten op gedrag. Zoals bijvoorbeeld wegkijken, friemelen, onrustig zitten, enzovoort. Er waren er maar een paar die tegen mij zeiden, we letten op inhoud van een verklaring. Dus we luisteren echt naar wat iemand zegt. Dit is natuurlijk heel interessant. Dus ik denk, goed, ik ga ze leugenoordelen laten maken. Dus ik heb ze vervolgens 8 video's gegeven. Beetje vergelijkbaar met wat we net hebben gedaan. Ik had opnames gemaakt. In 4 van die opnames spraken mensen de waarheid. In 4 van de andere opnames was het gelogen. Nou, het bleek, iedereen zat rond kansniveau. Er waren ook geen mensen die er echt uitsprongen die het veel beter deden. Maar hoe meer politieagenten letten op goede inhoudelijke signalen, dus echt letten op wat iemand zei, hoe beter dat ze ook werden in het detecteren van leugens. Dat is wel interessant natuurlijk. Wanneer we dan kijken naar het grootste onderzoek dat gedaan is, dat heeft gekeken of dat gedrag samenhangt met liegen. Zij keken naar 160 signalen. En 118 van deze signalen hing niet samen met liegen, nog een klein beetje. Als gedrag niet werkt, wat kunnen we dan wel doen? Een van de zaken wat nog overblijft zijn die inhoudelijke signalen, verbale signalen. 3 zaken zijn belangrijk bij succesvolle leugendetectie.
Eén is, er moeten observeerbare verschillen bestaan tussen leugenaars en waarheidssprekers, anders houdt het al op. Nou, voor gedrag is dit niet zo het geval, maar voor verbale signalen blijkt dit wel. De verschillen zijn duidelijker en ook de wetenschappelijke resultaten zijn eenduidiger. Dus meer bewijs voor inhoud. Tweede is, we moeten weten waar dat we op moeten letten. Zodat weten houdt het ook op. De derde aanname is, we moeten ook deze verschillen kunnen oppikken. Deze signalen kunnen oppikken en herkennen om ze zo te gebruiken om leugens te detecteren. Nou, ik heb het over inhoud. Wat kun je dan bijvoorbeeld gebruiken? Nou, als je denkt dat iemand tegen je liegt, probeer dan eens te letten op bijvoorbeeld hoeveel details iemand kan geven. Is iemand in staat om heel gedetailleerd een verklaring te geven? Heel specifiek in die verklaring is de kans al iets groter dat het verhaal waar is. Tweede wat we bijvoorbeeld ook vinden, is dat leugenaars minder snel geneigd zijn om hun verhaal spontaan aan te passen. Wat bedoel ik daarmee? Als je de waarheid spreekt, val je terug op je geheugen. En als je in je geheugen aan het graven bent, kan het zijn dat je je soms dingen herinnert en dat je merkt dat je iets fout hebt gezegd, bijvoorbeeld. Stel dat iemand je vraagt voor, goh, hoe laat is dit incident gebeurd? En je zegt, goh, en volgens mij was het om 1 uur. En je denkt er nog iets verder over na en je zegt, nee, ik weet dat ik al gegeten had, dus het moet iets later geweest zijn. Het was eerder 1:30. Dit is zo'n spontane aanpassing. Mensen die liegen doen dit veel minder. Ze hebben het verhaal namelijk klaar in hun hoofd en gaan niet meer naderhand nog dingen aanpassen. Derde waar je eventueel naar zou kunnen kijken zijn inconsistenties of tegenspraak in een verklaring. Dit wil zeggen dat er stukken, details binnen een verklaring verschillen, terwijl het over dezelfde details gaat. Stel dat je eerst zegt van hij had een rode trui aan en dat je daarna zegt hij had een paarse trui aan. Iets klopt niet. Vooral was de belichting gewoon heel slecht. Kan natuurlijk ook. Hoe kunnen we dit nu opsporen? Daar bestaan verbale leugendetectiemethodes voor. Deze methodes die bestaan in een lijst van criteria, zoals bijvoorbeeld hoeveel details, die je moet scoren in een verklaring. En hoe meer van die criteria aanwezig zijn in de verklaring, hoe groter de kans dat een verhaal, een verklaring waar is. Met behulp van deze methodes kunnen we aan een nauwkeurigheid raken van ongeveer 70%. Dat lijkt 70% niet heel hoog, maar als je dit vergelijkt met de 54% waar we eerder op zaten, als we op intuïtie afgaan, is dit toch een behoorlijke verhoging. Het lijkt me heel mooi om in de toekomst zo'n analyse bijvoorbeeld door een computer te laten doen. Want als je hetzelfde computerprogramma gebruikt, je leert de computer onze taal, je gebruikt hetzelfde programma en je laat 2 verschillende computers dezelfde verklaring analyseren, komt daar exact hetzelfde uit. Dat zou heel mooi zijn. Nog mooier zou het zijn als we die computers enorm veel gelogen en ware verklaringen zouden laten leren. We laten de computer deze verklaringen analyseren. Kunnen ze misschien een soort van taalpatroon of nieuwe criteria ontdekken, waardoor dat we een leugenaar kunnen ontmaskeren. Nou, dit zou fantastisch zijn. Onderzoek is ermee bezig, dus wie weet. Vinden we binnenkort iets. Goed. Dit brengt mij naar de laatste vraag. Hoe kunnen we nu een liegend individu uit de massa halen? Waar ik tot nu toe eigenlijk over heb gehad, gaat over liegen in het verleden. Want als je bij een politieverhoor zit, ben je op zoek naar leugens over het delict. En dit delict heeft zich in het verleden afgespeeld. Wanneer dat je een individu uit de massa wil gaan halen, wanneer we het hebben over bijvoorbeeld terroristische dreiging, wil het zeggen dat het delict nog niet gepleegd is. Dus waar ben je daarna op zoek? Het enige wat overblijft is de intentie. Iemand heeft we noemen dit valse intenties, een foute intentie. En dat is alles wat je hebt om mee te werken. Dat maakt het natuurlijk heel moeilijk. Wat gebeurt er nu zoal in de praktijk? Stel je voor, op een luchthaven bijvoorbeeld. Dus wat er hier gebeurt, als men proactief wil gaan signaleren, haalt men verdachten of mensen uit de massa die verdachte signalen laten zien. Nou, het zijn die verdachte signalen, dit is met name weer dat gedrag. Dus blozen, zweten, friemelen, zenuwachtig gedrag
enzovoort. Nou, deze mensen worden vervolgens uit de massa gehaald, omdat ze verdacht gedrag laten zien, en worden ondervraagd. Bijna al de mensen krijgen dezelfde set van vragen. En op basis daarvan kijkt men dan weer hoe je reageert op die vragen en of dat je misschien valse intenties hebt, ja of nee. Nou, eigenlijk zouden we beter afstappen van deze manier van ondervragen. Wat we eigenlijk veel beter kunnen doen, wat we nu doen is vooral zeg maar passief observeren van signalen, leugensignalen. Nou, we weten dat de verschillen tussen waarheidsprekers en leugenaars dat dit vrij klein is, heel moeilijk om te zien. Hoe kunnen we dit vergroten? Eén manier om dat te doen is om actief te gaan verhoren. Zo noemen we dat, actief interviewen. Dit wil zeggen, we weten vanuit de wetenschap dat liegen moeilijker is dan vertellen van de waarheid. Want als je liegt, moet je iets gaan verzinnen. Je moet de waarheid onderdrukken, je moet je leugen gaan verzinnen, je moet vasthouden aan de leugen. Dus hoe meer vragen je krijgt, je moet onthouden wat je hebt gezegd. Dus je kunt nooit teruggrijpen naar wat er echt is gebeurd. Dit moet je gebruiken. Hoe kun je dit nou doen? Bijvoorbeeld door te vragen dat iemand zijn verhaal achter zijn voren vertelt. Klinkt heel vreemd, maar dit is iets waar een leugenaar bijvoorbeeld niet over nadenkt. En je kunt ook niet op je geheugen terugvallen. Dus dit maakt het net weer wat moeilijker. Iets anders dat je zou kunnen doen is in plaats van te vragen om de locatie uit te leggen, om een schets te maken. Goh, waar zat jij ten opzichte van die andere persoon? Wat je ook zou kunnen doen is nadenken over onverwachte vragen. Want wat we weten is dat een verdachte bereidt zich voor op een politieverhoor bijvoorbeeld. Nou, hoe doe je dat? Je kunt alleen maar voorbereiden wat je verwacht. Onverwachte vragen moet je ter plekke gaan verzinnen en beantwoorden. En op die manier ook wordt het makkelijker om een leugenaar op te sporen. Dit brengt mij tot het slot van mijn praatje. Dus hoe zit het nu met die liegende individu uit de massa te halen? Wat heel belangrijk is, is dat we dus minder moeten inzetten op alleen kijken naar het gedrag. Inhoud van wat iemand zegt brengt ons zoveel verder om de leugens te kunnen detecteren. We hebben nog geen machines of computers die dit voor ons kunnen doen. Dus we zijn nog altijd op onszelf aangewezen. Het andere wat we kunnen doen is kijken naar objectieve signalen. Wat bedoel ik hiermee als we dit weer terug... Als we terugkijken naar de luchthaven bijvoorbeeld. Hè? Kan het zo zijn dat je misschien iemand ziet die gaat 5 dagen weg en heeft 3 van die enorme koffers bij. Dit, samen met een verhoor, waarin dat je echt specifieke vragen gaat stellen en iemand probeert vast te vragen, geeft je een veel betere indicatie of iemand liegt dan puur te kijken naar hoe iemand zich gedraagt. Want misschien heeft de persoon wel vliegangst. Dank jullie wel.